Zo, de meneer van Essent aan de deur, die had ik snel afgepoeierd. Dit is Daily Minutes nummer 1516 met een uitzending voor vandaag, 7 januari 2019. Dit is Bulletin van maandag. Gisteren viel er ook nog een keer een uitzending uit. Vandaag gaat het vrij goed. Qua data heb ik vandaag 1 foto in SSTV en daarna 2 bewerkingen van dezelfde foto in DRM. Het SSTV-plaatje is 90 graden linksom gedraaid. Zo dadelijk heb ik het definitief uit de lucht gaan van 1008 kHz. Ja, het volgende bericht had ik in de drukke decemberperiode gemist. Een beetje slordig, want vandaag 7 januari is al de sluitingsdatum van de consultatie. De bronnen die ik normaal hierover raadpleeg hadden het onderwerp ook niet gemeld, maar het is natuurlijk maar een matig excuus. Agentschap Telecom heeft een consultatie geopend, half december, voor low power AM. Voor een regelgeving zoals die eruit moet gaan zien als deze vorm van middengolfomroep van een tijdelijke naar een permanente regeling wordt gemaakt. Dit vanwege de grote belangstelling hiervoor. De regeling ging in Nederland in het voorjaar van 2016 in en zou na 3 jaar worden geëvalueerd. Dat is nu dus. Er ontstond vervolgens een diffuus landschap van een hele pluimage aan omroephobbyisten die een half jaar geleden een stuk of 80 radiostations in de lucht brachten. Het zijn wel allemaal hobbyisten, want echt geld valt er aan de middengolf niet te verdienen. Eind vorig jaar is er een voorstel gedaan om de basis van de regeling aan te passen. Er zijn nu 2 regelingen, tenminste dat is het voorstel voor de consultatie, met een vereenvoudigd aanvraagproces en een eenvoudig en kortere doorlooptijden van de aanvragen, moet ik zeggen. Daarnaast is er een langere looptijd van de vergunningen mogelijk. Het maximum was 3 jaar. Nu kan ook 5 jaar worden aangevraagd of willekeurig welke kortere periode die je wenst. Er zijn nu 3 vermogensklassen, 1 watt, 50 watt en 100 watt. Voor de grotere vermogens moet bij de aanvraag de uitzenduren worden opgegeven. Voor de 1 watt vergunningen hoeft dat niet. 1485 kHz is nog steeds gereserveerd voor 1 watt. Een opmerkelijke verandering is dat onder de voorgestelde regels gebruik gemaakt zou mogen worden van zelfgemaakte apparatuur. Die moet nog wel voldoen aan de regelgeving, zoals bijvoorbeeld het CE-keurmerk. Maar als het apparaat voor eigen gebruik is, dan zijn de gebruikelijke zaken als een CE-keurmerk en een conformiteitsverklaring en andere zaken niet verplicht. Die verplichting geldt wel als de apparatuur wordt weggegeven of verkocht, want dan word je fabrikant van de apparatuur. Op panelete.nl is zo dadelijk een linkje te vinden naar de consultatie. Sinds 1 januari zendt Grootnieuwsradio niet meer uit via deze frequentie, 1008 AM. Je kunt ons wel blijven beluisteren als je overstapt op digitale radio. Bijvoorbeeld met de Grootnieuwsradio-applicatie voor je smartphone of tablet. Of via digitale televisie van KPN, Access for All, Telfort, Solcom of Delta. Ook zenden we in heel Nederland uit via DAB+. Kun je Grootnieuwsradio via DAB+ op dit moment niet ontvangen? Laat dan opnieuw de zenderlijst van je DAB+ radio en probeer of het ontvangst beter is bij bijvoorbeeld het raamkozijn. Via Join is Grootnieuwsradio ook te beluisteren via de satelliet. En natuurlijk kun je het christelijke radiostation ook beluisteren via grootnieuwsradio.nl. Alle informatie of overstapmogelijkheden zijn te vinden op grootnieuwsradio.nl/luisterwijzer. Daar helpen we je stap voor stap naar jouw digitale radio. En voor vragen kun je altijd bellen met de digitaliseringslijn 088 027 5678. Stap over en geniet van Grootnieuwsradio via digitale radio. Dus ga naar grootnieuwsradio.nl/luisterwijzer. Of bel 088 027 5678. Ja, deze placeholder op 1 tot en met 3 januari te horen op 1008 kHz is van Grootnieuwsradio die op 1 januari stopte met uitzenden. Het is me niet helemaal duidelijk wanneer de reguliere programmering precies ophield. Het was ergens in de nacht van 1 januari, denk ik. En vervolgens was alleen de placeholder nog te horen. Maar net na 12 uur klonk het dus zo. En dan is het opeens 2019. Gelukkig nieuwjaar. Ik wens je gezondheid, liefde, vreugde en Gods nabijheid. Daarmee ging dus met 1008 kHz de laatste grote middengolfzender van ons land uit de lucht. Naar verluidt wordt het station binnenkort gesloopt.
Ook in Franstalig België stopte per 1 januari de uitzending op de Middengolf. De Vlaamse Middengolfzender van de VRT ging overigens enkele jaren geleden al uit de lucht. Dus de zeer sterke zender van Waver op 621 kHz en een steunzender in Charleroi op 1125 kHz gingen daar ook op 1 januari uit de lucht. In de Benelux staat er nu nog één sterke AM-zender. Dat is de zender van de Franstalige RTL in Luxemburg. Na de uitzending ben ik QFV op PI3XTV, zoals iedere avond, voor mogelijke inmelders. En uiteraard daarnaast ook op het chatkanaal en op wokka.be. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Thank you.
En microfoon naar retour.